kan ik aardig gaan schuiven, maar hij mag nog wel eventjes een laagje hebben. Mijn steen, ja, mijn steen. Ja. Ik heb gisteren dus een mooie cadeautje, Sinterkerst cadeau van mijn vader gehad en van zijn vrouw. Goedemiddag allemaal, welkom bij deze gloedje nieuwe vlog. Het is vandaag namelijk alweer zaterdag 4 december 2021. En wij zijn, zoals gewoonlijk, Roderick en ja. Karin. Karin en Roderick. Ja, hoe toevallig. Dus ik denk, ik open hem eens een keer even op een andere manier, zoals jullie kunnen zien. Ik ben goed. En dat wou ik net zeggen. Dus zometeen even mijn theorie van, van 2 tot 4:30. Ja, een lange zit. Dus ja, ik zou zeggen, blijf lekker kijken en geniet lekker gezellig met ons mee vandaag. Met alles wat we gaan doen. Ja, nou, we zijn de hele dag bezig geweest met mijn bureau alweer. Ja, want deze stuk die gaat omhoog als ik die printer er niet op heb. En ja, deze vloer, dat is een beetje raar. Dus daar zitten we even mee te hannissen. Het is nu inmiddels alweer 6:30, dus we gaan er nog even tussenuit. Dus ja, we hadden niet zoveel kunnen filmen, zeg maar. Hartstikke mooi. En ik probeer dus nu, ja, de haak die zit erop. Dat is mooi. Daar zit ook de haak op, dat is ook mooi. En dan gaan we even lekker pleitjes naar de mal. Ja, normaal, mal. Wil je nou weten waar we wonen? Ga dan even zoeken waar Westfield Mall of the Netherlands is. Ja. Zo, hallo. Bazig. Wil ik niet hebben. Ik zie jou wel. Jouwe. Hi Bob. Hi. Nou schat, vertel het eens. En waar zijn we nu? Hier in de mall. Is leuk. Wat is leuk? Waarom? Ik weet niet, maar het is wel leuk. Oh, maar waarom is het leuk? Ja, we leven. Hè? Karretjes meenemen of zo? Oh, waar hebben we? Hè? Huh? Ja. Dat is fijn. En die is toch dicht? Nee. Weet ik niet. Ja. Ik vind je leuk om dat even mee te nemen. Het is maar net waar je zin in hebt. Ja, dat is wel buiten. Gezondheid. Gaat het te regenen? Ja, nee, het is temperatuur. Ja, joh, je meent het. Je moet altijd te klein hebben. Ja. Precies dat. Dagje. Ja. Hi. Maar wat zei je nou net tegen mij? Over Appie? Ja, Appie. Jawel, en dat weet je wel. Dat weet je wel, hè? Nee, maar even. Wat zei je nou over? Vertel. Nou, Appie. Wat praten dan? Over Appie dacht ik dat ze de kinderopvang begonnen waren, omdat ze op de kleintjes letten. Ja, is toch handig? Op en op de kleintjes letten. Is toch leuk? Kleintjes. En dus de Albert Heijn is dus een kinderopvang begonnen. Ja, ook goed. Je let op de kleintjes. Ja. Oké. Was toch leuk? Ja, werkelijk. Ja. Precies dat. Dus. Hey. Hey. Wat ga je eten? Pion. Oeh, ja, dat kan ook lekker wezen. Hallo Jumbo. Hallo Jumbo. Ja. Emmertjes leeg, 3. En hier heb ik weer emmertjes gevuld. Ja. Staat er weer fleurig op. Ja. Staat er heel fleurig op, hè, schat. Ja. Hè? Geen korte. Ja. Jawel. Jawel. Oh, oké, toch wel. Ja. Fleurig ook, hè? Ja. En die is 2,50.
57. Kijk, dat is deze bak. En dat staat dus hier bij de, ja, bij de vlees en gevogelte en bij de brood. Aan de kant van het vleeswaren. Allemaal goedkoop. Kijk, net zoals dit is normaal 4 euro. En nou is het voor 2,50. Zeg maar. Hé? Hmm. Handig, hè? Oké, goed. 2,50. Dat is duur. Dit is, dit en dit vinden wij dus duur. Oké, dat er ook. Oké, dat en dat is het eigenlijk niet. Want, hè, want een luxe appelgebakje, twee keer, 5 euro, dus dan nu 2,50. Nou, die is 6 euro, die is ook nu 2,50. Klopt ook niet helemaal, maar oké. Het zal wel gamma liggen. Ja, deze is dus nu, die was 6 euro, dus nu voor 2,50. Dus wat klopt er niet aan dan? Ja, het is meer dan 5 euro, 2,50. Hè? 2,50 is de hoogste kortingprijs, zeg maar. Ja. Dus ja. Er is ook een ding van 1 euro. Ja. Deze bijvoorbeeld. En dan dingen van 50 cent. Ja. Gratis doen we niet aan, helaas. Niet! De, wil je deze hebben dan? Hè? Kijk dan. Dat is 4 euro. 4 die 2,97. Eurotje goedkoper. Maar wel 1,50 extra korting. En het is niet heel veel kleiner, zeg maar. Dus nee. Neem ik deze. Neem ik deze. Deze eruit, haal die erin hoor. Neem ik deze? Ja. Neem ik lekker die? Ja. Hè? Huh? Ja, dus en? Nou, dan heb ik wat, even wat te smikkelen. Ja. Ja. Nou, hier was ik ongeveer toen en gebleven om jullie dus eigenlijk een deel van de Jumbo weer te laten zien, hoe het is geworden. Dus, kijk, dat is leuk. Kijk dan. Kijk dan. Lief. Wat leuk. Hallo, maar leuk, leuk, leuk. Staat er niet op. Ja, dat is duur. Nou, hebben we hier dus de ontbijtspullen. Hebben we hier het zoetbeleg. Het zoetbeleg dat stond altijd eerst hier namelijk, in deze pot. Maar dat is nou niet meer. Nee. Dat is nou niet meer. Nou, hier heb je dus nou eieren, meel, tussendoortjes en dieet helemaal hier. Helemaal top. En dan hier tapas, oosters, Italiaans, Mexicaans en vruchtenservies. Kijk. Hi. Kijk, hebben we hier allemaal nu. Ja, ze hebben het aardig hierom lopen gooien. Dan hebben ze nu hier dus zure soepen, sausen, vlees, groenten. Ja, yeah. Allemaal netjes. Kijk, appelenmoes, heel veel. En hebben we hier chips, noten, toastjes, frisdrank en energiedrank. Yes. Dat hebben we hier. Ook helemaal top. En waar hebben we focus drink? Eens even kijken. Focus drink. Ik hoef het zelf niet te hebben hoor. Want ik vind het niet te hachelen, zeg maar. Sorry, Don. Kijk, en dan hebben we hier dus focus drink. Ja. Mango. En aardbei. Framboos. Nou, die hoef ik ook niet. Dus ja, en dan hebben we hier aan de andere kant, laat ik jullie ook nog even zien. Hier hebben we dus alle wijnen. Alles qua alcohol. Kijk hoe mooi. Satisfying. Kijk eens aan. Nou, en hier stond dus eerst hier en die hele blok van Gallegal. Maar die is dus nu verhuisd naar de voorkant. Dus ja. En ik moet jou dus nu gaan blurren. Nee, moet. Dus ja, gezellig. Jee. Yeah.
Jullie maken er een bende van. Maar dat wisten jullie al, hè? Je moest kijken. Jullie maken er een bende van. Ja. Jullie maken er weer een bende van. Hey, Kwispel. Hey, Kwispel. Wacht erbij dan. Ja. Hey. Kwispelina's. Nou, pak maar. Pak maar. Ja, pak het dan. Pak dan. Broodje mag hoor. Ja, het is een beetje donker. Ja, en daar niet. Hey. Ja, en we zitten nou even lekker samen voor de bureau, zeg maar. Gezellig. Oeh, spannend. Oké, okay, ja, ga verder. Yes. Oh ja, mijn muis. Ja, alsjeblieft. Mijn muis, ja. Ja, nou kan ik aardig gaan schrijven, maar hij mag nog wel eventjes een laagje hebben. Mijn steen. Ja, mijn steen. Ja. En hier kan ik opschrijven. Maar hier nog niet helemaal. Mag ik dat roze doekje van jou? Oké, ik heb gisteren dus een mooie cadeautje, Sint-Kerstcadeau van mijn vader gehad. En van zijn vrouw. Dus dat gaan we dus nu eventjes realiseren, zeg maar. Rodan. Ik heb daar weer geen kaas van gegeten. Ja, dat heb ik wel, maar ik word dan een beetje helemaal kriegelig, zeg maar. Ja, dat moeten we even niet hebben, zeg maar. Nee. Dus daar heb ik een rouw wel voor, hoor, die dat voor mij dit doet. Wat is mijn mannetje op de lief? Ja. Maar ja, wat ik aan het maken ben, dat ga ik niet vertellen. Nee, want Ro is toch altijd lekker stil. Nee, ik had echt iets van, nou weet je, dan doe ik lekker vanavond lekker bank hangen, even weet je, even niks, even lekker filmpjes kijken en lekker Netflix of Videoland. Maar nee, mag ik niet. Nee, Lovely die vond het leuk om namelijk even op mijn bed te plassen. Waarschijnlijk heeft ze blaas versteken of zo. Nou, dat is zo een volle op. Vind ik helemaal erg. Nee. Duurt nog even, schat. Duurt nog even. Zo, ja, ik moet even hier wat bijverven, zeg maar. Mooi glad maken. En dan moet er hier eens een keer een tekst op. Ja, moet ook nog gebeuren. En ik ga weer even binnenkort weer even happy stones maken. Als ik mijn zin ervoor heb. Ik moet namelijk lak hebben. Ja, spijt. Spijt je niet. Nou, we zijn dus nu net, wat jullie weten, bij de Westfield Mall of Netherlands geweest. Wil je nou weten waar we wonen? Gaan we even zoeken waar Westfield Mall of the Netherlands is. Ja, zo moeilijk is het niet. Nee. En nee, ik ben niet boos als ik dat zeg. Nee. Alleen. Soms mag je ook gewoon een beetje uitzoeken. Ja. In welke stad of dorp of waar dan ook woon. Dus ja. Lukt het, schat? Ja, en zoals ik al zei, Roderick is altijd stil. Dus vaak. Ja, potje kan het echt. Eps. Eps.
Ja, daar is ik al. Maar wat ben je nu allemaal aan het doen, schat? Vertel het eens, even. Hey, even in het kort. Ik ben aan het lezen. Hé, hey, ja? Er zit een code in. Mhm. Je productcodes voor Adobe Premiere Pro. Ja. En dat je downloaden met je transfer. Zo, het gaat in één keer snel. Jeetje. Gaat in één keer snel. Och ja, ja. Ga ik eens even misschien zo meteen eens even. Ja, ook en ook dit moet eens eventjes. Ook dit moet eens even weer eens even bekeken worden. Wat weg kan en niet weg kan. Wat handig is, bewaren, niet bewaren. Premiere of? Want je hebt nou pre. Sorry. Nee, kom hoor. Ik wil het niet. Nee, maakt niet uit. 2000. Nou, top. Dus ik ga even meekijken. Ja. Oh, mogen we daar parkeren? Ja, daar staat onze auto. Hallo, koekoek. Niet? En we hebben geen zin om scherp te gaan worden. Nee, kijk, doe ik het zo. Mag je daar parkeren? Nee, hè? Eigenlijk niet, hè? Nee. Maar doen we wel. Hè, Spiet? Doen we wel, hè? Ja, heb je het in de gaten? Ja. Oh, schat, even dat ding even daar weghalen dan. Ik vind... Dat moet je nooit doen. Je bezorgt mij een hartverzakking met dat. Never nooit doen, mappie. Hè? Nee. En ik ben nog steeds blij met deze. Ja, kijk, pats, dan zie je tenminste wat. Niet daar! Ja, niet daar! Nou, ik ga gelijk even deze even opruimen. Gelijk bezig. Kijk. Amerikaanse... opruimen, zeg maar. Ja. Amerikaans. Ah, stiek idee. Nou, ja. Ik ben de baas. En niet hij. Ik. Zo. Zo. Helemaal top. Had ik gezegd en dat ik het al koud heb? Ja, dat heb ik het. Doe, ik heb het koud. Ja. Nou, ik ga dit nog even opruimen, mensen. Ja. Hi. Dan ga je eraf. Ja, ja. Hey. Die gaat er met de baas mee. Alle drie? Mooi. Een hele, hele, hele goede avond allemaal. Zoals je ziet, zit ik weer lekker op bed. En nou zit ik. En nou sta ik dus niet. Nee. Maar ik ga wel weer deze vlog lekker afsluiten. Dus vond je dit weer een leuke, informatief, wat dan ook, wat je er maar zelf wil maken, een saaie vlog mag ook hoor. Of een nietsnuts vlog, geen idee. Of een weer een vlog en dat ik overal weer maar mee bemoei. Hè? Weet je nooit. Maar ik zou zeggen, abonneer even, reageer, doe het duimpje omhoog en doe het belletje aan. Maar dan blijf je zeker op de hoogte en dan zie ik jullie gewoon weer morgen. Weer graag bij een gloednieuwe vlog. Dus tot morgen!